kan jij de video liken met je duim? Ik daag je uit. Vandaag zijn wij de slechterik uit Break... Oh, stoot even mijn hoofd. Uit Break in Story. En gaan wij kijken... Wow, moet je kijken. Die twee diamanten zijn allebei van mij. En dat klopt ook wel, want ik ben een slechterik. Ik heb trouwens een drankje. En als ik die drink... Dansen we! Nou, we gaan kijken of de slechterik het van lava kan winnen. Wat is dit? Oh, ik heb een Fortnite glider. Maar nog beter, ik heb Chocomel. Zelfs een creepypasta houdt van Chocomel. Ben ik de enige die dan altijd op het laatste moment in de lava zwemt? Gewoon omdat het dan kan. Wacht, kunnen we spelers duwen? Oh. Ja! Ik ben echt gemeen vandaag. Oké, we zitten weer in een andere map. En ik wil als eerste boven zijn van iedereen. Job, je speelt vals. Ik ben een slechterik. Wat verwacht je? Oh nee, er is een draak. Wat gebeurt er? Ik ga snel naar de overkant, zodat de draak niet bij mij is. Oh nee, in de lava komt ook nog. Er zit dus maar één ding op. Een ijsje eten. In de hoek. Oh, ik moet zo snel mogelijk die trap oplopen. Wow. Wacht, zou ik deze speler kunnen duwen? Ik kan het. Oh, hij is zelf al in de lava gesprongen. Oké, wacht, er is daar nog een speler. Ah, de lava is al weg. Wil je een haai kopen? Ja, natuurlijk. Dat voor iedereen toch? Oh, er is daar letterlijk een haai. Kunnen we de haai een kusje geven? Ja. Oeh, een zwembadmap. Hé, dat is wel perfect voor de haai. Oké, we moeten proberen om over al deze floaties heen te springen. Deze opblaasdingen. Opblaasnoep. En dan moeten we zo snel mogelijk naar boven toe. Want iets in mij zegt dat we daar een groene diamant. Die heb ik nog nooit gezien. Bobbetje! Maar wat gaat er nu gebeuren? Want er hoort toch lava in dit spel te zijn? Oh, er komt letterlijk lava aan. Oh nee. Oh, wat? Dus er zit maar één ding op. Vals spelen. Wacht eens even. Ik heb een lava aura. De lava kan mij dus nu niks doen. Tenminste. Oh nee, sta ik hier wel veilig? Ik sta op het hoofd van de eend. Oké, ik heb een jetpack bij me. Maar ga ik het redden tot en met de trap? Nee. Oh, op het nippertje. Maar ik ben dus een slechterik. Dus ik heb één missie. Kan ik een speler laten afgaan? Hallo, hi. Jij bent geen speler. Kan ik op de haai rijden? Oeh, dit is een bootmap. Ik heb een manier hoe ik in één keer boven kan komen. Let op. Dat is zo slim. Maar gaat het ook daar lukken? Kom op, kom op. Ja! Oké, het laatste stukje moet ik wel klimmen. Maar check this out. We hebben de diamant. Oké, wat ik dus nu doe, omdat ik dus één speler wil laten afgaan, is we moeten naar de rand en dan hopen dat daar iemand gaat staan. Oh, die beken daar. Kijk, dat is perfect. Oh, hij is af. Maar komt dat door ons? Ja, dat weet ik niet. Jullie zijn de jury. Kijk, weet je, we proberen het anders wel bij deze hier. Kom op. Oh. Oh. Oh, oh, hij heeft zichzelf net gered. Wacht, laat ik daar toch maar even naar boven gaan voor de zekerheid. Al die spelers staan op dezelfde plek. Oh, daar had ik het moeten doen. Dat was perfect geweest. Oh, ik zit in de lava. We zijn klaar. Het beste moment voor een... Taco! Ja, Bob. Oeh, welke map wil ik? Ik wil de obby. Oh, het zijn de pompoenen geworden. Ach ja, dat is op zich ook wel grappig. Want hoe werkt dit? Moeten we dan van pompoen naar pompoen? Pompoen is trouwens echt heel handig. Je kunt er soep van maken en taart en pompoen. Oh my gosh, dat is zo leuk. Het is een Halloween diamant. Die wil ik hebben. Oké, alle spelers zijn nu daar. Dus als ik er eentje wil laten afgaan, moet ik diegene duwen. Wacht, misschien dat ik dat hier kan doen. Moet je opletten. Moet even wachten tot ze stilstaat. Nu. Ja. Oh nee, ze is er niet afgevallen. Ach ja, dan maar eventjes dansen. Stel voor de vloer zou lava zijn. En jij mag één object of gebouw kiezen waar je op staat. Wat zou je kiezen? De Eiffeltoren, een megapompoen of misschien wel een wolkenkrabber? Laat het weten. Oh nee. Oh, laat maar. Oeh, de Noordpool. Kunnen we de lava dan misschien laten bevriezen? Maar waar is de diamant? Daarboven. Oké, wacht, ik heb een idee. Ik weet alleen niet of het gaat werken. Oké, snel. Ik moet nog meer naar boven. Snel. Ja, ik ben boven. Oké, dan moet ik nu heel snel deze kant op voordat een andere speler eerder is. Yes! Maar wacht even, kunnen we iemand duwen? Want we hebben onze missie nog steeds niet gehaald. Wat gebeurt er eigenlijk als ik de grapplinghoek gewoon in de lucht gebruik? Waar komen we dan uit? Dat is zo slim. Er zit natuurlijk een onzichtbare muur om de map heen. En daar ben ik nu tegenaan. Met andere woorden, ik hoef niks meer te doen. Behalve water drinken, want dat is belangrijk. Oké. Nee, 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 nee! Oh, net op tijd. Maar kom op, ik ben een slechterik uit Break in Story. Ik moet iemand inmaken. Sinds wanneer draag jij een jas, Billy? Oeh, ik wil de obby doen. Oké, daar gaan we. Kunnen wij als eerste boven zijn? Ik ga niet echt vals spelen, maar ik hou wel een speedcoil in mijn handen, wat een soort van vals spelen is. Oh, nee, 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 nee. Oh, dat is de reden waarom je nooit in paniek moet raken in een Roblox game. Hoe meer je dat doet, hoe groter de kans is dat je gewoon afgaat. Oké, we zijn boven, springen hier overheen. Oh, je moet je dus voorstellen, terwijl ik dit doe, is er overal lava. En ik kan bijna niet zien wat ik wel en wat ik niet mag aanraken. Ik ben af. Nou ja, dat mocht ik overduidelijk niet aanraken. Oké, ik ben wel weer teruggespannen. Alleen dat wel letterlijk in de lava. Dus ik moet even oppassen nu. Wacht, ik ga hem precies daar tegenaan mikken. Oh, ga ik het alsnog halen? Dat meen je niet. Huh. Oh my gosh. Ik heb hem. Wacht even. Iedereen is bijna af. Alleen Billy is er nog. Billy. Billy. Oh nee, Billy. Oh nee, Billy. Billy, waar ben je? Oh, dat is zo eng. Ja, iedereen is af, behalve wij. En ik doe mijn lava schild eventjes uit. Wil je de Spider-Man hand? Ja, natuurlijk. En dan gaan we voor de piramide. Eens even kijken. Kunnen wij de Spider-Man hand hier goed gebruiken? Ik richt op de piramide, de hoek ervan. No way. Oh, dit voelt echt als vals spelen. Het is vals spelen, Job. Het voelt niet alleen... Het is het. Maar is dit dan ook het perfecte moment om een speler te duwen? Oké, dan moeten we eerst wachten tot er iemand bij ons in de buurt is. Oké, dat meisje daar. Oké, we lopen haar tegemoet. Oh, oh, kom op. Nee! Ze heeft het ontwijkt. En wij hebben nog steeds de Spider-Man hand. Dus let's go.
Wow, wat als we met die hand naar de lobby richten? Waar komen we dan uit? Uh-oh, oh nee. Ik ga volop in de lava vallen. Snel, snel, snel. Oh nee. Ben je echt serieus? Speeltuin. Oh, wacht even. Ik zie de diamant al liggen. Ik neem de diamant mee. Oh, maar dit is perfect. Hier ga ik sowieso iemand vanaf kunnen duwen. Dat is zo gemeen om te zeggen, Job. Ja, sorry, ik ben een slechterik. Als de lava eraan komt, nemen we onze kans. En dat is nu. Maar dan wachten we nog even totdat echt alles onder de lava staat. Oh, er is daar een speler. Die gaat het niet overleven, denk ik. En er is heel sad. 1 iemand op de schommel. Oké, zal ik het proberen? Ik ga mijn kans nemen. Probeer het hier in de hoek. Oké, daar gaan we. Deze speler hier. Ja, we hebben erin gegooid. Komt ze eruit? Komt ze eruit? Kom op. Oké, ze heeft het best wel goed gedaan. Ze heeft nog maar een heel klein beetje leven. We hebben erin gegooid. Onze missie is pas volbracht als we iemand hebben ingemaakt. Bobbetje, plons. Oh, ze is af. Ze is af. Omdat ze nog maar een beetje leven had. Ah, zo flauw om te juichen als iemand afgaat. Maar jee, het is gelukt. Wow, dit is een tweeling. We hebben hier een bekenair. En we hebben hier een bekenair. Survival Island, lava jumps. Lava jumps vind ik leuk. Eigenlijk heel simpel, zou je zeggen. We moeten hier als eerste naar boven. En dan moeten we heel voorzichtig over deze dingen heen springen. En dat heet natuurlijk lava jumps, omdat er zometeen lava aankomt in het spel. De floor is lava. Oh my gosh. Oké, voorzichtig. Oh, ik moet zeggen, ik kan me niet herinneren dat de floor is lava zo lastig was. Vroeger was het volgens mij makkelijker hoor. Oh nee, ik ga misschien nog af ook. Oh, hier naar boven toe. Oh, een ster. Oh, ja. Oké, maar nu staan we hier wel heel erg naar. Maar wacht even, ik moet natuurlijk proberen iemand eraf te duwen. Oh, we hebben hier een speler. Oké, we gaan het proberen, we gaan het proberen. Oh, ze heeft het al door, ze heeft het al door. Heb ik er geduwd? Nee. Als je iemand wil duwen, moet je er echt naast staan, zeg maar. Werkt mijn jetpack trouwens? Stel voor ik spring er vanaf. Het werkt! Ik vlieg! Ik ga zo ver mogelijk de lucht in. En ik land weer. Ik ben ook gewoon chocolademel aan het drinken. Terwijl ik voor mijn leven ren. Wil je weer een high spawnen? Natuurlijk wel. Als je de video nog steeds kijkt, reageer dan. Hi. Oeh, we zitten in een laboratorium. Oh, dit is de beste map ever. Oké, maar wacht even. Wat gaat er gebeuren? Oh, dat ziet er niet goed uit. Oké, wacht. We kunnen hier in ieder geval naar boven toe. Waarom werkt het niet? Kom op, kom op, kom op. Ja. Oké, dan moeten we deze kant op, denk ik. Volgens mij gaan we hier iets heel gaafs vinden. Wacht eens even. Oh, wat is dat, patat? Kunnen we ermee praten? Hallo, we hebben jouw hulp nodig. Wat moet ik doen? Oké, we mogen er eentje kiezen. Ik wil voor deze gaan. Een mega high. Krijgen we nu een mega high? Ik wil een mega high. Ach ja, geen mega high, maar wel een ijsje. Laten we gaan voor de klassieke toren. Vooral omdat ik een speed coil heb. Dus ik ben sowieso als eerste boven. Zeg ik nu wel. Maar ik ben nog het type wat ineens keihard naar beneden valt. Maar vandaag niet. Ik heb een tijd voor een dansje. Oké, maar nu moeten we dus proberen iemand eraf te gooien. Gaat het ons lukken? Huh. Oh nee. Eigenlijk is het best wel gaaf. We zijn nu een karakter uit Break-in 1. En de wereld wordt overgenomen door lava. Dus eigenlijk is dit een soort van geheim einde. Waar is mijn arm? Wat? Wat is er gebeurd? Ja, dit is overduidelijk een geheim einde. Oeh, de lavatoren. Oké, wacht. Ik ga niet al te veel moeite doen. Oké, toch maar meer moeite doen. Oh, dit zijn zoveel trappen. En ik ben aan het hinkelen. Dat maakt het moeilijker. Ja, deze trap omhoog. Oké, ik zie niemand om me heen. Dus volgens mij gaat het goed. Hier nog een trappetje omhoog. Maar als jij nou een geheime einde zou mogen bedenken voor een van de break-in games. Deel 1 of deel 2, maakt niet uit. Wat voor geheim einde zou jij bedenken? Misschien iets met Scary Larry? Dat vind ik niet leuk. Dus ik duw jou. Maar ik ga er vandoor. Oh. Ja. Ik heb wel eens verstandigere ideeën gehad. Maar misschien als ik een beetje geluk heb. Oh, kom op. Ja, perfect. Kan ik mezelf nog redden? Dat zou wel heel cool zijn. Wil je een milkshake? Ik zit in de lava. Natuurlijk wil ik dat. Ik bedoel, dat is toch wel het beste moment voor een milkshake. Abonneer voor meer. En adios.